En daar zijn we, een gloednieuw gebied met hopelijk allemaal nieuwe Pokémon, de Crimson Mirelands. We gaan eens kijken wie hier allemaal zijn. Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Legend Arceus video. Oh, ik gooi mijn gigantische Cricketune er even uit. Gewoon, die kan hier gewoon lekker chillen zo. Hé, kan ik hier met al mijn matties chillen? Oh, yeah, ik kan gewoon iedereen eruit gooien. Oh, yo, we kunnen gewoon hier even Vissa gaan houden met alle Pokémon die ik tot nu toe heb. Yo, Pikachu, kom ook gezellig, jongen. Wat een toppers zijn jullie, hallo! Dit is zo grappig. Hoe gaat het met je Pikachu? Gaat het goed? Ja? Gaat het goed? Kan je ook iets zeggen? Nee? Oh ja, kijk. Wat een helden, joh. Maar die Cricketune, jongen, dat is toch niet normaal. Kijk hoe groot die... Dat is die Alpha Cricketune uit een van de vorige video's die ik toen heb gevangen. Yo, maar dit is wel cool, man. Dat je gewoon met je teampie gewoon lekker hier kan chillen. Kijk, ze interacten ook allemaal met elkaar. Die Scyther is gewoon met Staravia aan het praten. Kilave die denkt van, nou, ik heb er niet zo zin meer in. Laat mij maar lekker tukkie doen. Ik ga lekker slapen. Nou, anders chillen jullie even hier, ja. Ik ga even naar binnen. Ik moet even door. We gaan bijna naar een nieuw gebied. En dan worden jullie misschien ingeruild voor een andere Pokémon. Niet doorvertellen. Dat hebben ze niet gehoord, jongens. Jongens, als je dit een vette serie vindt, knal duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doe dat belletje aan, want dan mis je nooit een video. En weet je wat? De vraag van de dag is ook gewoon... Wie vind jij dat er uit mijn team moet... En wie moet daarvoor in de plaats? Laat het weten in de reacties. Dan gaan wij even met de commander praten. Hebben we gisteren ook al gedaan. Maar maakt niet uit, we gaan nog een keer met hem praten. Want er is een nieuw persoontje langsgekomen hier in de stad. En Kamado zegt, dus het komt nu ook naar Ursaluna. En dat lijkt erop dat ook Pokémon die geen nobel Pokémon zijn... ook zo gek kunnen worden, net als Cleaver. Ik heb nog niks gehoord van Adamant of Irida, maar we kunnen dit niet negeren. In ieder geval wil ik je bedanken, mevrouw Arezu. Dankjewel dat je hebt verteld over Ursaluna. Situatie. Geen idee wie Ursaluna is. Is dat een variatie op Ursaring? Een nachtversie of zo van Ursaring? Nee, Rusa zegt, ja, ik heb het druk en Ursaluna's warden die gaf me geen eens een dag de tijd. Dus ik kon alleen maar naar het Galaxy team toe. Kamado vraagt, Ursaluna's warden is mevrouw Kalaba van de Pearl Clan, toch? En zij is het meest gebonden aan traditie. Oftewel, ze wil eigenlijk nooit iets nieuws. Ze houdt niet van buitenstaanders. Oh, en wat doen we dan? Dan sturen we de buitenstaander Rikachu naar die warden toe. Want dat is logisch. We moeten naar de Crimson Mirelands. En daar zijn sterkere Pokémon dan Pokémon in Obsidian Fieldlands. Maar ga er maar gewoon lekker naartoe. We moeten naar de Sulation Ruins en daar gaan we Kalaba hopelijk ontmoeten. Kan ik hier ook op Weerdeer rijden? Nee, dat gaat hier niet in de stad. Yo, Akari. Die zegt, ik wilde net battelen en jij was hier. Nou, oké, dan gaan we battelen. Ja, is goed. Oh, Mime Juniortje. Oh, ik heb Pikachu als eerste neergezet. Dat is niet handig. Mijn Pikachu is pas level 11. Ik heb nog een noopie Pikachu. Ik ga Scyther er even in gooien. Alhoewel, ik denk dat Scyther ook nog niet zo sterk is. Die Mime Junior is gewoon level 19, joh. Doe eens even normaal. Oké, let's go. Silver Wind. Ik had gewoon de strong versie moeten doen. Oeh, Zen Headbutt. Oké, die overleven we. Nee, niet nog een keer Zen Headbutt. Scyther gaat gewoon dood. Door een Mime Junior. Dit voelt niet goed, jongens. Hier, ik stuur mijn gigantische Cricketune eruit. Oh. Dit ziet er zo heftig uit. Come on, Aerial Ace. Ja, ik had gewoon misschien al gelijk Cricketune eruit moeten gooien. Wat een... big ass Pokémon, jongen. En daar is Pikachu. Pikachu doet Thunder Wave. Die gaat me even paralyzen. Oké, let's go. Slash. Oké. Dit doet best wel pijn. Thundershock. Yo, maar die Alpha Pokémon zijn volgens mij wel echt een stuk sterker, jongen. Niet normaal, jongen. Ja, dit ging best wel makkelijk. Ik baal wel een beetje voor Scyther, eigenlijk. Ja, alleen Scyther gaat nu geen levels omhoog. Dat is een beetje jammer. Akari zegt, ja, Pikachu zal wel weer niet blij zijn met me. Dankjewel dat je dit hebt willen doen. En hier heb je weer een nieuw receptie. Stealth Spray. En zij heeft het nu over bepaalde rifts of zo. En ze zegt, ja, daar zitten hele goede items in die rifts. En daar zitten ook supersterke Pokémon. En als je daar naartoe wil, dan moet je wel echt voorzichtig gaan. Maar ga nu maar naar de Mirelands Camps. Ja, al mijn Pokémon zijn weer vol. Gaan we helemaal hier naar de rechterkant van de map. En daar zijn we. Een gloednieuw gebied met hopelijk allemaal nieuwe Pokémon. De Crimson Mirelands. We gaan eens kijken wie hier allemaal zijn. In ieder geval is Leventon er ook weer. Er zitten hier veel Poison-type Pokémon, zegt Leventon. Nou,
Nou, dat is niet nice. En we moeten die kant op naar de Salation Ruins. Oké, is cool. Ja, daar gaan we naartoe. Let's go. En Akari zegt, ja, ik zal blijven zoeken naar die Space-Time Distortions. Dat zijn dus die gebieden waar die supersterke Pokémon moeten zitten. We weten er nog niet zoveel van en waar ze kunnen verschijnen, maar ze gaat haar best doen. En dit is hoe dat eruit ziet. Oh, ik wil ook naar zoiets. Ik wil zeldzame Pokémon vangen, jongen. Maar eerst maar eens kijken wie hier allemaal rondlopen. Hé, ik zie daar sowieso een Bidoo. Kan ik die pakken? Ik wil jou pakken. Bidoo, kom. Kom hier. Let's go. Hallo. 1. En... Yay! We hebben alvast 1 nieuwe Pokémon gevangen hier in dit gebiedje. Oeh, daar is een Carnivine. Die hebben we ook gebruikt in Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. Die wil ik ook nog wel even vangen. Gewoon even Carnivine hier, joh. Lekker! Oké. Get in the ball. Come on. Ah, nee! Hij wil niet. Kom op. Come on, Carnivine. Blijf erin. Dankjewel. Hoppakee, we hebben Carnivine ook gevangen. Level 18 is vrij sterke Pokémon. Nou, dat zijn toch 2 nieuwe al. Oké, maar laten we hier naar binnen gaan. Staat hier iemand op ons te wachten, zo te zien? Die zegt, dodging is everything. Dodge. Oké, is cool. Ik dodge hem, ja. Ik dodge hem helemaal naar binnen. Hoppakee. Oh, kijk, dit zijn van die donkere stenen. Doen jullie dat ook wel eens als je op straat loopt, dat je alleen een bepaalde kleur steen mag aanraken? Kijk, we mogen nu alleen... Ah, we mogen alleen op de donkere stenen, jongen. Het. Nee, niet op de... Ah, de doortje is te lang. Het lukt niet. Kijk maar, ik sta altijd zo op de lichte stenen. Nou, jammer. De vloer is keihard lava. Hey, what up mevrouw? What up, bidoof? Wat heb je een mooi blaadje boven je hoofd hangen, joh? Ze zegt, ik ben Kalaba. Oh ja, we waren op zoek naar jou. Warden Kalaba. En ze zegt, oh, kijk nou eens. Je hebt de Celestica fluit. Dan moet je wel die enige gast zijn die uit de lucht is komen vallen. We zijn echt voor iedereen gewoon die gast die uit de lucht is komen vallen. Helemaal goed. Ja, dat ben ik. Ik ga het omarmen nu. Zo mogen jullie mij noemen. Ik heb al veel over je gehoord en dat je Cleaver hebt gekalmeerd. Ik denk dat heel veel mensen gered zijn door jouw acties. Maar misschien was er toch ook wel een andere manier waarop we deze situatie hadden kunnen aanpakken. Wat jij hebt gedaan is gewoon het pesten van een Pokémon. En jij rent rond en jij vangt Pokémon in die stomme ballen van je. Ik heb geen hulp van jouw soort nodig. Of van de Diamond Clan. Die jonge dame Arezu die heeft ook al gezegd dat ze wilde helpen. Maar ik wil niks te maken hebben met de Diamond Clan. Nee, helemaal niet gewoon. Wegwezen nou. Er is veel dat ik moet doen. En ik wil niet verder afgeleid worden. Nou, was gezellig. Volgende keer bij mij. Bakkie koffie of zo. Hey, en daar is Volo weer. Die zegt, hey, Rikachu. Wil je misschien mij even laten zien hoe sterk je bent? Gaan we gewoon hier battelen? Hier? Voor de neus van Kalaba. Oké, Volo. Let's go. Volo smijt zijn Togepi. Oké, Scyther. Nieuwe kans voor je, jongen. Let's go. Welk level is Togepi? Level 22? Scyther gaat weer down, hè. Scyther gaat sowieso weer down. Ik doe wel een strong style move. Zilverwind. En ja, dat gaat niet zo super. Togepi doet Calm Mind. Die is nu ook sterker geworden in zijn aanval en in zijn verdediging. Oh my gosh. Ik denk dat ik genakt word door Togepi, jongen. Kijk, hij is gewoon weer helemaal vol. Oké, ik ga 2 keer Zilverwind doen. Of niet. Misschien 1 keer Aerial Ace. Misschien is dat sterker. Aerial Ace sowieso sterker. Hou op, Togepi. Oké, let's go. Let's go. Deze Aerial Ace moet het worden. Niet weer down gaan, Scyther. Oh. Yes. We hebben gewoon moeite met een Togepi. Maar ja, die Togepi was ook echt wel level 22, hè? Dan nu Gible. Oh nee, Gible kan gelijk aanvallen. Ik heb ook geen super effective moves voor Gible of zo. Yo, mijn Cricketune, jongen. Mijn Cricketune is de shit. Mijn Cricketune gaat jou kapot maken, Gible. Aerial Ace. Die gaat even lekker bulldozen, die gekke Gible. Nog een keertje. Yo, maar ik zou niet chill vinden als Scyther nou weer geen XP krijgt. Dan voel ik me wel een beetje genaaid, want Scyther heeft heel die Togepi in zijn eentje gesloopt. Gibbletje is in ieder geval weg. En daarmee hebben we ook gewonnen. Lekker, man. Ja, Scyther krijgt weer geen XP. Potverdorie. Volo zegt, nou, dat is dan beslist. Ik moet je hulp vragen om het stukje walfragment wat gestolen is terug te krijgen. Met jouw skills, dan zal dat geen probleem moeten zijn. Maar walfragment, wat dan? Volo zegt, ja, precies. Er zijn bandieten die hier deze Salation Ruins hebben geplunderd en dat hebben meegenomen. Oh, dat. En Kalaba wil waarschijnlijk dat ding weer terug hebben, want ze stond hier niet voor niks. Volo zegt ook, mevrouw.
mevrouw Kabbala die doet alles wat ze kan om dat ding terug te krijgen. Maar ze is al 99 jaar. En het is voor haar een beetje moeilijk om de hele plekken hier, de hele regio rond te lopen. En die bandieten te achterna te gaan. Oké, let's go. Ja, dat gaan we doen. We gaan helpen. We moeten op zoek naar een of ander kampvuurtje hier in de buurt. Oh, en gelukkig staat de marker daar al geplaatst waar we naartoe moeten. We're there! Let's go! Cricketoons, die hebben we toch al. Oh, oh, oh. Pas op, niet in het water vallen. Even wat berries scoren hier zo. Oh, kijk, Paris is daar. Paris, die hebben we ook nog niet. Ik wil jou. Ik heb trek in champignonnen. De groeichampignon op zijn rug. Oh, nee. Paris, doe eens niet zo stom. Kom eens gewoon in de pokeball. Ja, oké, ik ga je champignonnen niet opeten. Rustig maar. Die champignonnen blijven gewoon op je rug. Blijkbaar heb ik toch al Parasys gevangen. Dat wist ik helemaal niet. Staravia is ondertussen al level 21. En die heeft een nieuwe move. Laten we even kijken dan. Roost. Dat is wel nice, want daarmee restore ik mijn eigen HP. Die doen we lekker even in de plaats van Gust. Ja, dit is wel nice. Zouden we nu nog andere Pokémonnetjes gaan tegenkomen hier? Oh, hier is wel het kampvuur. Dan moet ik wel even mijn sterkste Pokémon voorzetten, denk ik. En dat is nu toch Staravia. Ik wil nu dat Scyther een keer wel XP gaat krijgen. Ja, alleen er is hier niemand. Ik zie wel vier boomstammen. Hebben ze hier met z'n vieren gezeten dan? Er moet hier iemand geweest zijn. En een stem klinkt en die zegt... Wie ben jij dan? Je bent niet zomaar een wandelaar, zo te zien. Oké, jullie komen gewoon met z'n drieën. Oké, mevrouwtje 1 die zegt, er is maar één reden dat mensen gaan rondneuzen in andermans zaken hier in de buurt. Je bent ons achterna gegaan, of niet soms? Mevrouwtje 2 zegt, zusjes, we moeten onszelf wel even introduceren voordat we deze gast kunnen gaan verslaan. Oké, dit is Charm. En zij brengt geluk aan de zusjes, waar ze ook gaat. Zij is de oudste van de drie. Dit is Klavertje, oftewel Clover. Die brengen ook geluk, toch? Ze is de middelste zuster. En dit is coin. Oftewel munt. En als ze een muntje opgooit en het is kop, dan wint zij. En als het munt is, dan verlies ik. Oftewel, ik heb geen manier om te winnen. Lekker eerlijk. Wij zijn een trio bandieten. De Misfortune Sisters. En jouw geluk is op. Coin die zegt, nou, ik zal dit gewoon varkentje wel even wassen. Laat mij dit doen. Met Toxicroak. Nou, die is wel zwak tegen Flying Type moves. Dus ik denk dat ik een goede kans maak. Ik vind hem wel altijd sick eruit zien, Toxicroak. Kom op, Staravia. Kom op. Toxicroak is level 23 en Toxicroak begint... ook met Venoshock. Oké, ik denk dat ik maar gelijk volledig gewoon Aerial Ace moet gaan doen of zo. Oh, wacht. Eerst een quick attack? Eerst een quick attack. Dan kan ik hem namelijk twee keer raken. En dan nu een strong star move Aerial Ace. En dan hopen dat hij super effective is. En hopen dat hij gewoon nu in de gelijk kapot gaat. Is dit de werkende tactiek? Lekker, man. Lekker. Zo doen we dat. En dit was het al. Ja, mevrouwtje. Ze zegt, ja, ik had het niet verwacht, maar het is alsnog beter dan de veldenploegen van de Galaxy Team. Oh, het zijn gewoon een stelletje rebels dit, joh. En Coin zegt, ja, het Galaxy Team, dat blijft maar dingen voor mij verpesten nadat ik ben weggegaan. Ze hebben de Blasted Fragment ook al meegenomen en laat ons alleen. Nou, dankjewel voor het muurfragmentje. Die gaan we dus weer even inleveren bij Kalaba. Clover die zegt, ja, er staat iets geks op over een of andere rare schat. Maar het was gewoon bullshit. Allemaal voor niks. Het was alle moeite voor niks gedaan. En Charm vraagt, waarom ben je ons eigenlijk achterna gegaan? Nou, ik wil Kalaba gewoon helpen. En Charm zegt, wow, dat is echt zo niet zelfzuchtig. Om zo ver het land in te trekken en allemaal voor een ander. Niet iedereen is zo aardig. En wij proberen alleen maar te overleven. En ik heb nog een appeltje te schillen met het Galaxy Team. En jij hoort daarbij. Dus... tot de volgende keer. Je dagen zijn geteld, jij Galaxy Fool. Nou, dat gaan we nog wel eens zien. Hè. Zolang jullie maar één Pokémon hebben, maak ik me niet zo druk. Pikachu is inmiddels al level 16, zonder ook maar één battle te hebben gedaan. Dus dat is wel echt super chill. Oké, laten we dat plaatje even terug gaan brengen naar Kalaba. Kalaba! Hallo! Oh, wie is dit? Oh, dit is Volo. Ja, ik ben hier voor Kalaba. Maar Volo zegt, ja, goed gedaan, jongen. Je hebt het fragmentje gevonden. Ik ben me bewust van Kalaba's reputatie. Ze is een beetje eigenwijs en ouderwets. Maar ze heeft alles gegeven in haar leven voor de Pearl Clans. Vanaf dat ze jong was. Ze leeft al heel haar leven hier in de Hisui-regio. En ze vertrouwt op de guidance van de Almighty Sinnoh. Dat die haar begeleidt. Ze haat de Diamond Clan niet. Maar ze houdt gewoon heel erg veel van de Pearl Clan. Dat is het. Volo zegt, anyway, ik hoop dat je Ursaluna ook kan kalmeren. Want zo'n boze Pokémon is voor niemand goed nieuws. Nee, inderdaad. Kalaba, hier, ik heb je murenstukkie. Yo, bidoofie. Kalaba zegt, oh, kom je me nou alweer lastigvallen? Nou, kom zo vaak als je wil, maar ik zal mijn mening niet veranderen. Maar hier, ik heb je muurfragmentje, joh. Kalaba zegt, wat, heb je die drie zussen opgejaagd en heb je dit gewoon voor mij gedaan, terwijl ik een vreemdeling voor je ben? Wil je Ursaluna zo graag kalmeren? Ja, zeker wil ik dat.
Ik wil alle Pokémon helpen in de wereld. En Kalaba die zegt, ja, ik had het nooit verwacht dat iemand dat zomaar voor Ursa Luna zou doen. Laten we kijken naar dit fragment van de muur. En wat staat er dan geschreven? Oh, het zijn allemaal unknown tekens. Maar zij kan het lezen. En er staat alle levens die andere levens aanraken om iets nieuws te creëren en levend zijn. Of die zijn levend. Oh, alles wat leeft en andere levens aanraakt, dat leeft. Zo, dat gaat diep, jongen. Dat gaat diep. En Kalaba die zegt, nou ja, ik heb het zo vaak gelezen, maar nu snap ik het pas. Misschien is dit de guidance van de Almighty Sinnoh. Wat is je naam? Nou, ik vertel natuurlijk wat mijn naam is. Rikachu. En Kalaba zegt, laten we dit alsjeblieft samen gaan doen. Zodat we Ursa Luna kunnen helpen. Ursa Luna is inderdaad gek geworden. Maar het ziet er niet naar uit dat hij al verloren is. Hij kan teruggaan naar zijn normale staat als ze hem een medicijn geven. Ik heb zelf nooit kunnen battelen met Pokémon. Maar misschien kan jij dat voor mij doen. Ursa Luna bevindt zich in de Sludge Mound. En we moeten daar naartoe gaan als we klaar zijn. Ursa Luna. Ja, ik denk echt dat het een variatie is op Ursa Ring. En ik wil toch nog wel even op zoek gaan naar nieuwe Pokémon. Even kijken of we die kunnen vinden hier ergens, hoor. We hebben nog niet zo heel veel nieuwe Pokémon gevonden. Even kijken. Kunnen we dit kapot maken of zo? Buizel. Nee. Oh, lekker Buizel. Holy moly, jongen. Die Buizel is me toch een partij sterk. Ik dacht, daar heb ik vast een steentype Pokémon voor nodig om die weg open te maken. Maar nee, hoor. Buizel, die geeft er even een paar tikken tegen en het is geregeld. Onix en Stunky. Ik zie een Onix. Oh, ik zie... Oh. Niet alleen een Stunky. Ik zie ook zijn evolutie gelijk. Skuntank. Ga in de Pokémon bal. Kom maar. Ja, Skuntank. Level 36. Level 36. Die moet sowieso in het team. Die is kapot sterk. Ik vang gewoon even een level 36 Pokémon. Ik ben benieuwd welk level Stunky dan is. Oh, ik had wel even een andere Pokémon moeten kiezen. Want Staravia is bijna down. Level 24. Weet je wat, Staravia? We gaan eventjes wegrennen, ja? Laat die Stunky maar even met rust. Hier zijn echt vet veel nieuwe Pokémon. Ik wil deze ook vangen. Oh, ik gooi mis. Oh nee. Nu heb ik een probleem. Ah, ik hoor hem. Nee. Oh my gosh. Leave me alone. Waar ben ik? Waar bevind ik me? Ik zie nog... Oh my gosh. Ik zie allemaal gekke Pokémon hier. Dit is niet grappig. Hier, ik ga je vangen, Stunky. Nee, ik ga je niet helemaal niet vangen, Stunky. Ah. Oeh, Tangela zie ik. Ik zie zoveel nieuwe Pokémon hier. Jeetje. Oké, laat me die Tangela vangen. Let's go. Jij wel toch? Jij wil wel toch? Jij wil wel toch? Ja, lekker. Level 21 Tangela. Yo, maar ik heb gewoon een freaking level 36 Pokémon zomaar gevangen. Oh, daar zijn nog allemaal Toxicroakies en zo. En we zijn bijna bij de Sludge Mound. Ik ben toch helemaal nog niet sterk genoeg daarvoor. Ik heb sowieso die level 36 Pokémon nodig. Oké, jongens, we moeten daar naartoe. Het is wel echt heel nice om Weirdeer bij je te hebben. Hallo, dus jij bent de Survicorse kind die de koning, de lord van het woud heeft gekalmeerd, toch? Wil je misschien een nieuw kamp voor mij maken? Ja, man. Ik heb een nieuw kamp nodig. Ik moet die Skuntank in mijn team doen. En ik moet healen. Blijkbaar moeten we die kant op om het kamp te maken. Dat was deze kant, toch? Oh, maar moeten we... Deze Stunkies allemaal verjagen of zijn dit mijn matties? Oh, dan zeggen we, ik zou maar afstand bewaren als ik jou was. Kijk, deze broertjes. Ik wilde hier net het kamp neer gaan zetten, maar die Stunkies geven me een hoofdpijn. Nou ja, ze geven me gewoon migraine. Misschien kan iemand deze battelen. Ja, ik ga het proberen voor je. Maar Stunkies, die hebben tot nu toe wel voor veel problemen gezorgd bij mij. Hallo, Stunky Wunky. Ik heb Cricketoon op de eerste plek gezet, want Cricketoon is gewoon het grootst. Maar ik heb niet echt goede Pokémon tegen Stunkies. Oké, hierna zijn drie Stunkies aan de beurt. Oké, doe maar Slash. Kan je me pakken in één keer? Nee, oh, dit gaat echt zwaar moeilijk worden. Ik word nog gepoisoned ook. Dit gaat nooit goed. Oh, nog meer poison gas. Dat is prima, want ik was al poisoned. Oh, nice. Ja, laat mij gewoon voor de tweede keer slashen. Dankjewel, de eerste is weg. Lekker gedaan. Pas op voor de poison. Acid spray gaat pijn doen. En de andere Stunky gaat waarschijnlijk ook los. Die doet poison gas. Oké, dit wordt waarschijnlijk de laatste klap die ik kan geven. Het wordt een strong style aerial ace. Let's go. Hopelijk slopen we Stunky in één keer. Nee, die doen we niet in één keer. En daar gaan we. Cricketoon is down. Maar hij heeft wel de helft van deze Stunkies kapot gemaakt. Anderhalf. Whizzle, let's go. Jij hebt Aqua Jet. Dat is een snelle move. Let's go. Kan ik me op die andere Stunky richten? Je moet je even omdraaien. Of vallen we wel de goede aan? Ik hoop het. Ik hoop dat we de goede aanvallen. Ja, kijk. Oké, Whizzle draait zich gewoon om. Let's go. Sloop hem. Lekker. Oké, er is er nog één over. Oef, maar dit doet wel pijn. Oké, Kilava, jij bent aan de beurt. Flame Wheel!
Nieuwe move is dat. Hij doet acid spray. Ja, dit gaan we winnen. Lekker. Freaking 3 stunkies hier, jongen. Zou wel lekker ruiken hier inderdaad in dit kampie wat we nu gaan maken. Odin zegt, nou, je maakt geen grap. Je hebt echt talent. En je Pokémon waren zo dapper. Ik kan niet geloven dat je al deze 3 stunkies in je eentje hebt gesloopt. En dankzij jou kunnen we hier nu een kampie maken. Ja, lekker, man. Oh, dit had ik wel nodig, zeg. Oké. Er zijn geen enkele stunkies hier, dus dat is nice. Oh, daar komt iemand aanlopen. Ja, Leventon weer. Ja, die komt altijd op het moment dat we een kampie hebben gemaakt. Dan ben jij opeens hier, hè. Oké, even snel slapen. Ja, en dan moet ik natuurlijk wel die Skuntank in mijn team gaan doen. Level 36, jongens. Kijk dit! Ja, die moeten we nemen. Maar voor wie? Ik heb natuurlijk 2 Bug-type Pokémon. Ik heb Krikatoon en Scyther. Maar ik wil eigenlijk van Scyther misschien wel een Scissor maken, zodat ik ook een Steel-type Pokémon heb. Maar ik denk voor nu dat het misschien toch slim is om dan Scyther maar eruit te doen. Want we hebben een Bug-type Krikatoon, die Alpha, die is natuurlijk best wel goed. En we hebben een Flying-type Staravia. Dus hoe vet ik Scyther ook vind, Scyther, mijn favoriete Pokémon, ik ga je er gewoon uitdoen voor een Skuntank. Dit is wel heftig. Maar het moet gebeuren. Ik moet die level 36 Pokémon natuurlijk wel in mijn team doen. En dan gaan we in de volgende aflevering kijken wie Ursaluna is. En of we Ursaluna kunnen vangen of niet. Of nou ja, anyway, als je dat wil zien, blijf die duimpjes knallen. Vergeet niet te abonneren en knal het belletje aan ook als je gewoon geen video wil missen. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!